Na de sloop van het Overvechtpand heeft de buurt veel last van de snelweg. Een snelle oplossing lijkt er niet te zijn. De sloop van de Overvecht is in volle gang. Buurtbewoners zijn er alleen niet heel blij mee. Het pand diende namelijk ook als geluidswal tussen de achtergelegen woonwijk en de snelweg A73. Nu het pand weg is, is er dus volgens de buurtbewoners geluidsoverlast ontstaan. Ook lijkt het erop dat de gemeente hier weinig aan kan veranderen. Nu de sloop van de Overvecht gereed is, is er een gat ontstaan in de geluidswal. Bewoners ervaren hier overlast van en dat was voor de VVD in Beuningen aanleiding om hierover vragen te stellen in de gemeenteraad. Bij ons weten het oude Overvecht, het tuincentrum, altijd, behalve uiteraard als tuincentrum, ook bedoeld was om de achterliggende woningen te beschermen voor het lawaai van de snelweg. Dus er kon worden gesloopt en je ziet inmiddels dat alles zo ongeveer gesloopt is. Naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld in de gemeenteraad kan wethouder Versluis hier meer duidelijkheid over verschaffen. Maar er is ook, dat is heel recent, een contract boven water gekomen waarin staat opgenomen dat de eigenaar de verplichting heeft om die geluidwerende voorziening daar te realiseren en in stand te houden. En dat geldt ook voor een nieuwe eigenaar. Toch hebben bewoners momenteel last nu het pand van de voormalige Overvecht gesloopt is. Nou, ik merk wel dat er nu verbouwd wordt, of in ieder geval gesloopt wordt bij wat de Overvecht was en wat de nodige herrie met zich meebrengt. Vooral met mooi weer als je buiten bent. Ik hoor nu de Overvecht weghaalt, dus hoor je meer herrie van de snelweg en van de auto's die eroverheen rijden. Ik heb er nu op het moment niet zoveel last van, maar ik denk ook dat wij nog net een stukje geluidswal hebben. Ze slopen het niet met een bulldozer, maar het brengt wel de nodige geluid met zich mee. En dus ook de overlast van de snelweg, omdat die geluidswal van de Overvecht weg is. Naast de huidige geluidsoverlast zijn buurtbewoners ook benieuwd naar wat er komen gaat op de kavel. Ik heb geen idee wat er gaat komen. Er wordt heel geheimzinnig over gedaan. Ik ben erg nieuwsgierig. Maar van de gemeente heb ik nooit iets gehoord. Of een brief gehad of gelezen, helemaal niks. Maar nu zijn we bang dat er dadelijk van die kubussen komen die nog hoger zijn. En dan kijken we dadelijk tegen een wand aan. Nou, dat is niet de bedoeling. Ja, zo zijn we hier 30 jaar geleden niet begonnen. Dat ik aan de initiatiefnemer zou vragen om overleg te plegen met de buurten, om zijn plannen aan de buurt te tonen en ook met hun in overleg te gaan. We vinden het wel betreurenswaardig dat de situatie nu is zoals die is en dat er nog geen zicht is op de vraag wanneer is dit weer opgelost. Als ze weten hoe lang ze moeten wachten, dat maakt het een stuk aangenamer en nu blijven ze in het ongewisse. Centrum Els heeft voor de tweede keer een ster ontvangen op het gebied van veilig ondernemen. Winkelend publiek in Elst voelt zich veilig en ervaart de straten als schoon. Bij de uitreiking werden certificaten uitgedeeld aan onder andere ondernemers, agenten, brandweerlieden en de burgemeester van Overbetuwe. Na een eerste ster van het keurmerk Veilig Ondernemen heeft werkgroep Centrum Elst gisteravond een tweede ster in Veilig Ondernemen ontvangen. Inwoners en bezoekers in het dorp kunnen prettiger winkelen doordat de veiligheid gewaarborgd wordt. Ik denk dat ze het onbewust overal merken. Want het betekent wel dat Els dus met twee sterren schoon, heel en veilig is. Op een dusdanig niveau dat echt een verschil uitmaakt. Dus dat doet ook wat met je beleving als je door de dorpsstraat loopt of bij een winkel hier naar binnen gaat. Het grote geheim achter de veiligheid in Elst en het ontvangen van de tweede ster ligt in de structuur van de werkgroep. De werkgroep bestaat sinds de oprichting van de stichting Centrum Management Elst en dat is 5 jaar geleden. En toen is deze werkgroep in het leven geroepen. Het belangrijkste onderdeel van de werkgroep is dat wij 2 keer per jaar een middag- en een avondschouw houden in het centrum van Elst. De ondernemers komen 2 maal per jaar samen in de werkgroep. Hier bespreken ze verschillende aandachtspunten. En dat merken wij ook gewoon in ons werk. Als hier iets aan de hand is, dan lossen we het samen op en dan de samenwerking is goed. De wijkagenten kunnen hier de collega's van de detailhandel en de winkeliers en de ondernemers goed vinden. Dus die samenwerking, ja, die is gewoon top en dat betekent die tweede ster. Hier zit een groep enthousiast ondernemers die daar dus ook de schouders onder gezet hebben. Dus top. Janssen, die namens de aanwezige ondernemers spreekt, zegt de tweede ster als een blijk van waardering te zien voor de inzet van de werkgroep als geheel. De werkgroep bestaat uit de samenwerking tussen politie, brandweer en ondernemers.
S'avonds gaat het heel veel om verlichting en verder alles wat in het centrum enigszins beschadigd is of vernield is of vuil is of graffiti. Hierbij documenteren ze alle punten die te maken hebben met schoon, heel en veilig. Vervolgens kijken ze of dat verbeterpunten oplevert. Dat het gewoon iets gestructureerder is, dat er meer structuur in komt. Het is niet meer een beetje los. En met de eerste en de tweede ster moet het zien als van een amateuristische samenwerking naar een wat meer professionalisering van de samenwerking. Dat kunnen we wel merken, ja. De 58-jarige man die wordt verdacht van het doodsteken van de Nijmeegse kunstenaar Rob blijft langer vastzitten. Dat bleek woensdag tijdens een zitting bij de rechtbank in Arnhem. De rechtbank wees het verzoek van zijn advocaat tot opheffing van de voorlopige hechtenis af, omdat er nog steeds ernstige bezwaren zijn tegen zijn vrijlating. De 60-jarige Rob werd op 1 augustus vorig jaar dood aangetroffen in zijn woning in de Nijmeegse wijk Bottendaal. De verdachte, die door het slachtoffer werd opgevangen in zijn huis, werd enkele dagen later opgepakt. Van 15 april 2024 tot en met 14 mei is de Groene Straat vanaf de kruising met de Muntweg richting de Graafseweg in één richting dicht. Ook is een deel van de Wolfkelseweg vanaf de Graafseweg richting de Floraweg in één richting afgesloten tot en met 24 mei. De stroomkabel onder de grond wordt vervangen omdat deze is verouderd. Door de werkzaamheden kan van 20 mei tot en met 21 juni niet geparkeerd worden aan één kant van een deel van de Groene Straat. De gemeenteraad van Overbetuwe heeft unaniem een motie aangenomen van D66, GroenLinks, ChristenUnie en Burgerbelangen Overbetuwe om te proberen meer jongeren te verleiden tijdens verkiezingen te gaan stemmen. Bijvoorbeeld met een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester. De betrokkenheid en de stem van jongeren zijn essentieel voor de toekomst van onze democratie. Mede omdat de stem van de jongeren het beleid beter en inclusiever maakt, stellen de vier fracties in de motie. In het najaar zal de Raad geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek en de kosten tijdens de behandeling van de begroting voor 2025. De gemeente Nijmegen start eind deze maand met de verbouwing van treinstation Heijendaal. Vanaf 29 april worden de fietsenrekken weggehaald en komt er een tijdelijke stalling bij de Kiss & Ride. Op station Heijendaal komen elke dag gemiddeld 7200 treinreizigers. De verwachting is dat het aantal reizigers de komende 10 jaar fors toeneemt. Om hierop voorbereid te zijn, krijgt station Heijendaal een totale makeover. Bredere brons, een nieuw voetgangersoversteek over het spoor, brede trappen en een grotere fietsenstalling. Het werk duurt tot en met begin 2025. De jongens onder 19 van Diosa Niftrik zijn met een bijzonder initiatief gekomen. Het voetbalteam uit Balgooi vindt dat de ouderen vaak vergeten worden. Om hier iets aan te doen, gaan ze een behoorlijke uitdaging aan. Ja, wij gaan 4 mei een voetbalchallenge opnemen en dat doen wij hier op Sportpark De Wisse. En dat houdt in dat wij 9 uur lang een voetbalmarathon gaan doen. Dus we gaan 9 uur lang achter elkaar voetballen tegen 9 verschillende teams. Elk uur komt er een ander team hier naartoe en dat doen we met de onder 19, de oudste jeugd. En dat doen we voor het goede doel. We hebben gekozen voor de verzorgingstehuis in de buurt. Dat is omdat wij vinden dat de ouderen nog wel eens in de vergetelheid worden gezet. En we vinden het heel belangrijk dat we eens wat meer aandacht besteden aan die ouderen. Vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. Die ouderen, die hebben het soms wel moeilijk. Er zit weinig plek in de bejaardenhuizen. Het is wel goed dat een keer aandacht besteed aan de bejaarden. En het is helemaal leuk als je het ook kan doen met wat je zelf leuk vindt, met je eigen hobby. Dus dat is helemaal mooi. De jongens spelen dus van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Een ware uitputtingsslag dus. Ondanks de nodige twijfels of de spelers het zullen volhouden, is er toch ook wel vertrouwen. Nou, ik heb bij een paar wel mijn twijfels of die het vol zullen houden. Maar goed, we hebben een groot spelersaantal. We hebben 18 man. Het is 7 tegen 7. Dus ik denk wel dat we het moeten redden. En anders doen wij als trainers op de laatste uur kunnen wij altijd nog invallen. Maar dat was niet ons idee. Nou, 9 uur is wel heel veel. Nou, zin. Ja, ik heb wel zin natuurlijk. Maar ik denk als we bij de 8 uur zijn, 9 uur, dan zie je de pit niet meer in. Maar we gaan het zien. Ja, we hebben wel een paar zo'n klein clubje die het eigenlijk denk ik niet allemaal vol kunnen houden. Veel blessures wel in het team. Dus ik denk niet dat er heel veel het vol gaan houden. Ik weet wel wie hier allemaal een beetje fit zijn die het wel allemaal halen. Maar ik denk dat er wel een paar zijn die al snel afhaken. Ik denk niet dat ik zelf die 9 uur ga halen. Dat wordt wel heel zwaar, maar ik kan het wel proberen. Het doel is om €10.000 op te halen voor de verzorgingstehuizen. De actie loopt al goed en er wordt verwacht dat het doel behaald wordt.
Ja, we staan nu 3 dagen online en tot nu toe zijn wij super positief. We zitten al op voor mijn bijna €2.300 en voor de eerste 3 dagen is dat helemaal niet slecht. We hebben als doel €10.000, of we dat ook uiteindelijk gaan redden, dat weten we niet, maar we hebben hoog ingezet. En als we dit zo doorzetten, dan gaan we het wel redden. Gisteren was het de landelijke dag van de fietshelm. In het kader van veilig fietsen was er in Millingen aan de Rijn een speciale e-bike dag. Hier leerden mensen hoe ze veilig gebruik kunnen maken van hun elektrische fiets door middel van instructies en een uitgelegd parcours. Verschillende organisaties hebben zich op deze dag verenigd om mensen verkeerswijsheid bij te brengen. Ja, dit is het onderdeel van de fietsschool waar wij als fietsdocent lesgeven in het bepaalde manier van slalomparcoursje, bocht nemen, waarbij het instructies geven van hoe mensen het beste hun fiets, eigenlijk een soort fietsbeheersing, bepaalde zaken zoals bij het wegrijden, dat is het begin, kijken, achterom kijken, op de juiste manier opstappen en wegrijden. Dan heb je in dit geval het slalomparcours, dat is een beetje kijken hoe het sturen, hè. De bochtjes worden steeds kleiner, dus een elektrische fiets is dat gewoon wat moeilijker dan op een gewone fiets, omdat je natuurlijk ook een motortje hebt. Vervolgens wordt er een linkse bocht gemaakt die eindigt in een fuik. Een fuik gaat van breed naar smal met als de bedoeling aan te leren dat men in de verte kijkt. Dit voorkomt de kans opvallen. Er wordt geadviseerd een fietshelm te dragen indien men toch ten val komt. Fietshelm dragen is echt belangrijk en het is niet zozeer dat iemand niet kan fietsen of dat hij valgevoelig is, maar ook door de verschillende snelheden op onze fietspaden. Vroeger, als ik het even over mag hebben, hadden we de fiets en we hadden de brommers en dat was het op onze fietspaden. Maar we hebben zoveel verschillende snelheden, elektrische fietsen, fatbikes, scooters, van alles. Dus daarom is het belangrijk om ook, hè, als mensen schrikken en toch vallen, of als ze op en afstappen en vallen, dat je dan dus een fietshelm op hebt, waardoor je hersenletsel voorkomt. Nou ja, goed, de cijfers van vanmorgen, toevallig dat er een heel uitgebreid programma op televisie is geweest over het, vooral met elektrische fietsen, toch wel veel dodelijke en ernstige ongevallen. Dus ja, als je wat aan je fietstechniek doet, dan zou dat ook een deel bij kunnen dragen dat het dus gewoon wat minder slachtoffers geeft. De e-bike dag, een initiatief van KBO en Doortrappen Gelderland, was nog niet eerder in Millingen aan de Rijn georganiseerd. Doortrappen is ook vooral lekker fietsen tot je 100ste, maar ook sociaal. Dus dat je met een groepje gaat fietsen, met elkaar leuke dingen gaat doen, onderweg even een kopje koffie drinken. Nou, dat is ook doortrappen vooral. Het weer blijft op en neer gaan. Na een wat sombere en relatief frisse dag krijgen we nu weer 2 mooie dagen. Hoewel het morgen nog wat twijfelachtig zal zijn, met veel bewolking en een kleine kans op wat motregen, loopt het kwik wel op naar zo'n 20 graden. Later op de dag is er meer kans op zonneschijn. Zaterdag wordt vervolgens weer de mooiste dag. Het wordt dan zo'n 22 graden en er is veel zon. In de nacht naar zondag krijgen we weer met wat regen te maken. Daarbij draait de wind die koude lucht zal aanvoeren, waardoor het zondag maximaal 15 graden wordt. Ook in de nieuwe week blijft het buiig en fris. Tot zover het RN7 regionieuws van donderdag 11 april. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl en volg ons natuurlijk ook op de sociale media. Morgen zijn we weer terug en dan nemen we alvast een kijkje in de Stevenskerk, waar dit weekend de tattoobeurs Numaga Tattoo plaatsvindt. Graag tot dan!